Hoorn kent veel markante mensen. Vaak hebben we wel eens van ze gehoord. Maar wie zijn ze eigenlijk? Vandaag gaan we op bezoek bij Jan van der Gracht. Bekend van onder andere zijn hongerstaking op de Rode Steen. En natuurlijk zijn inzamelacties voor de deur van de supermarkt. Hij hoort het niet, ik doe de deur even open. Hallo. Hey Jan. Hoi. Hoi. Ja joh, gezellig. Ik ben een tukkelen. Hoi, ja. Ja, je bent wel een vechter denk ik, of niet Jan? Nou ja, vechter in opzichte dat je wil blijven vechten voor mensen. Ja. Ik ken niet tegen onrecht. Dat snap ik, ja. En nu wordt er alleen maar onrecht gemaakt, vind ik. Kijk, voor de machthebbers, ja prima, maar ze hebben allemaal 2 ton per jaar. Die merken niet dat het kaartje zachter loopt of harder loopt, hoor. Nee, dat klopt. En of je voor hem nou op 25 staat of op 15. Die gaan niet op 19 zitten of 18. Nee. Want de rijken worden natuurlijk... Heel rijk. Absoluut. En de armen worden heel arm. Ja, dat klopt. Dus we gaan terug eigenlijk naar de jaren 50. Zoals ik leefde, zo zie ik het. Hè. Thuis had ik armoede, ja dat was ze. Toen ja, die tijd. Ik haalde het bij de vorderboer haalde ik mijn truitje voor wat warm te krijgen. Ja, dat snap ik wel. Ja, en daar gaten ze erin, maar dat boeide niet. Nee. Dat was niet meer het leven. Toen kwam ik in de kinderthuis terecht. Oké. En daar heb ik dan van mijn 8e tot mijn 16e gezeten. Oké, in een kinderhuis. Ja, maar daar ben ik wel 5 jaar ben ik misbruikt daar. Ah, ja. Dus ik was 16 dat ik eruit ging. Oké, ja. Maar ja, toen kwam ik op straat terecht. Ja, dat werkte zo toen. Je werd gewoon op straat gezet als je 16 jaar was. Ja. En ik moest maar zien waar ik mijn plekje zocht. Ja, oké. We waren niet bij mijn ouders. En zo goed was het niet. Nee. Ik wou me 1 keer van kant maken. Toen was ik 13. Oei. Ja. Omdat ik niet meer wou dat ze me misbruikten. Snap ik, ja. Maar dat begrijpt iedereen wel. Ja. Dat is best wel heavy. Zeker. En zo bleef ik maar zwerven. Toen kwam ik natuurlijk al 16. Nou, ik ben een weekje thuis geweest. Bij je ouders? Met mijn stiefvader. Oké. Okay. En mijn moeder. Maar die dronk altijd. Oei. En we hadden toen wat meerdere kinderen nu. Wat logisch was. Ja. Tineke en Bepi. Hij is er toen. Nu is het anders. En Evelientje. En Evelientje was de enige die dan af en toe eten kwam brengen. Want ik sliep buiten gewoon. Je sliep gewoon buiten? Ja, dat heb ik 4 jaar moeten doen. Ongeveer 3,5, 4 jaar. Want je mocht thuis niet binnen of zo? Nee, ik heb overal gezworven in kou. Maar toen had je geen ledershuis op die. Nee, dat bestond allemaal niet. Dat had je helemaal niet. Nee. Dus daar heb ik ook wel moeten overleven. Ja, dat en ik heb het ook wel gereden. Maar ik had geen sturing. Dus ik wist helemaal niet. Nee, wat je, aan de hand nee was. Dat klopt. Ja, dat snap ik. Ja. Dat is best wel een moeilijke periode voor mij, want wat moet ik nou? Ja, dat snap ik wel. Tot mijn 20ste, bijna 21, heb ik alleen maar lopen zwerven. En toen ben ik in 21, maar ze kwam dan een meisje tegen. Ja. En toen was bij Katoef, dat was vroeger een kroegje. Oké. Okay. En in welke omgeving was dat hier in Hoorn? Ja, in Nieuwland. En toen kwam ik dat meisje tegen, Annemarie. En die... Ja, Marietje Huis, nou, ga maar mee. Maar ik was later bij, bij de Haai. Ja? Ja? Helemaal achterin. Ja? Weet je, de bosjes in het begin. Oh ja, maar dat is lang geleden. Maar daar heb ik dus gelegen. Dus in de bosjes. Ja. In een kartonnen doos. Oké, jeetje. En daar sliep je eigenlijk s'nachts? Daar sliep ik. Goh. Ja. Dat was maar echt overleven. Goh. Dus mijn gewassen moest ik mijn was hebben daar voor meer. Ja, natuurlijk. Ja. En of het nou winter was of niet? Nee, je kende niet anders nee natuurlijk. Goh. Ik had natuurlijk 1 vriendje, want echt vriendschap had ik niet. Nee. Als jochie zijn. Hè. Nee, dat kende je ook. Je kon dat ook niet vinden. Nee. Want je komt natuurlijk, je hebt long-TBC, je komt als jochie op straat terecht. Maar ja, ik had een vriendje Lexi, dat was mijn hondje. Oké. Okay. Ja. Jouw hond was eigenlijk je vriend. Ja. Precies. Die je gemist hebt in je jeugd. Ja. Ja. En die is een jaar bij me geweest als ik naar school toe ging, was achterom. Nou ja, daar was mijn hondje elke keer te vinden. Als ik naar school ging, stond hij te wachten, net zolang ik eruit kwam. Ja, natuurlijk. Hij deed alles met me. Ja, natuurlijk, want die boterham die je bij wijze van spreken kreeg, de helft kreeg die deed je samen delen natuurlijk. Ja, later werd mij maar bruut afgenomen. Want die fase, we kunnen niet voor hem zorgen, hij had naar een andere gezin. Maar zei, breng hem zelf maar even weg. Ik wist van de bult af. Oh joh. En het gaskastje. Maar dat wist ik dus niet.
toen. Als je ook gezegd had, weet je dat niet. Nee. Dus ik bracht hem dat touwtje mooi heen. Ach, man. Toen kwam die eigenaar van die schuit. Nou, kom maar hoor, dan zal ik die eventjes schoonmaken en even douchen. En onder die ketel. En dan gaat hij weer naar een nieuw gezin. Ga dan maar weg. Ach, man. Later hoorde ik pas van mijn stiefvader. Dat ik hem zelf heb weggebracht naar het casino. Nou, dat was natuurlijk woest. Ja, dat kan je me voorstellen. Ja. Was nog een jong beestje, een jaar oud. Verschrikkelijk, man. Ja. Vroeger was het natuurlijk alleen maar klappen en slaan. Dat ik met een leren riem op mijn rug kreeg en dat het bloed eruit stond. Jee. Toen moest ik naar mijn vader toe. Naar de Appelhaven, die woonde natuurlijk niet meer op de Kuil, vroeger. Ja. En dan liet je het zien en dan had hij een nieuwe vrouw. En die zei, nou, gewicht ook niet, ik kom de stofzuiger achter je reet dan. Dat jochie zijn, daar heb je dan natuurlijk niks van. Nee. Dus ik was eigenlijk wel, ik zou wel even dit, maar dat heb je nooit gedaan. Nee. Hij is alleen geweest, maar stond voor de deur, meer niet. Maar ik moest s'avonds weer terug. Ja. En dan ga je weer met een zere rug. Maar zo was dat, hè? Ja, verschrikkelijk, hè? Ja. Ja, dat boek heb ik heel veel, maar dat zeg ik, dat boek, ik moest het schrijven. Daar ben ik er vanaf, dat weten mensen. Dat heeft je ook wel op een zekere manier geheeld. Daar heb je ook wel een soort... precies. Ik kan er ook makkelijker over praten. Ja. Je bent mij alleen maar overleven geweest. Ja. Waar... dus als je nou zegt van nou... ik zeg, hou je van iemand? Ja, nou, eigenlijk heb ik altijd mijn eigen weg gevonden. Dat vinden mensen raar. Verklaar eens. Zeg, Ja. Het is heel moeilijk om uit te leggen. Mm-hmm. Dat is heel bizar, maar ja, de eerste vrouw was daar gelukkig mee, natuurlijk. Je hebt je kinderen, tweede vrouw, ben je gelukkig mee, ja. Ja, je hebt ook kinderen, maar tot zover. Omdat ik het ook meegemaakt heb in het kinderthuis, wat niet de goede liefde was. Nee, klopt. Simpel. Ja. Ben ik daarna nooit meer gelukkig geweest, niet echt. Oké. Okay. Nee, dat is heel moeilijk, maar het is echt zo. Ja. Daar heb ik nog wel eens moeite mee. Ja, ja, laat ons zitten. Hè. We zijn het laatste eentje. Doei. Ja, maar goed. Beetje. Met je huidige partner ben je ook al heel lang samen, denk ik. Ja. Dus... en die kleinkind is natuurlijk hartstikke leuk. Dat blijft gewoon zo. Dat word ik wel gelukkig van. Ja, natuurlijk. Weet je, maar je hebt zoveel mensen die er anders tegenaan kijken. Ik heb mijn ouders dan heel niet goed gekend. Nee. Nou ja, op het eind, ja, maar je vergeeft ze. Ja, meer kan je niet doen. Ja, meer kan je ook niet doen op dat moment. Nee, dat is een punt van mij. Nee, maar dat is natuurlijk op zich nog wel mooi dat je dat dan nog kan doen. Ja. 5 jaar geleden heb ik gestopt met drinken. Oké. Toen ik het heel veel, maar dat kon natuurlijk niet. Ik heb 7 dagen dat ik dronken zijn. Dat gaat niet. Nee. Dus daar ben ik mee gekapt en nou ja, dan ga je toch denken, wat moet je doen? Is er een andere wereld? Ja, die is er. Dan moet je dat zelf doen. Nou, die creëerde ik toen langzamerhand. Na die pakketten toe, zeg maar. Dus, ja. Want hoe lang doe je dat al, Jan? 15 jaar, denk ik. Ongeveer. Ja. Ja, maar ik hoef geen dankje wel. Nee, ik wil alleen maar blije kopjes zien. Die kindje wil ik blij zien. Ja, dat snap ik. Dat snap ik, ja. Ja, maar dat begrijp ik ook. Want als kind zijn er niks heb gehad, is het juist des te mooier om te zien dat kinderen blij kunnen zijn met iets. Met iets, al hoe beperkt het ook is dan op dat moment. Ja. Zo vind ik het. He? Ik ben afhankelijk van mensen. Ja. Maar gelukkig dat mensen me helpen aan alle kanten. Ja. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Elke horineus helpt me wel. Dus. Ja. En iedereen kent je ook, maar ja, niemand gaat op mijn deur zitten. Nee, klopt. 14 dagen lang bij de supermarkt. Ja, nee, dat doet niemand eigenlijk. Nee, misschien zou het een oplossing zijn als veel meer mensen dat gingen doen. Eigenlijk wel, maar ik heb al mensen in Nederland die het doen. Ja. Die begonnen zijn zoals ik het wil. Ja, dus en daar heb je ook contact tegen gemaakt. Je moet ook, je moet elkaar gewoon helpen. Want in deze tijd moet je wel. We gaan zo terug. Als je naar je geld kijkt van toen en nu, gaat nergens meer over. Nee, dat is inderdaad bizar. Je hebt 1300 euro, maar je kan dat zo wegbrengen aan je rekeningen. Ja, dat is ongelooflijk. Hoe moet je daarvan eten? Want de tijd die nu aankomt straks. Die wordt nog veel erger. Dat weet ik. Ja. Volgend jaar zijn er nog meer aan de beurt. Mensen weten het ook niet. Als je die smeekbeders af en toe bij me, jongens. Ja, verschrikkelijk, hè? Ja, maar voor die kinderen vind ik het
Ja, maar die kunnen er eigenlijk niks aan doen. Die kunnen er helemaal moeilijk aan doen. En nu met de kerst weer, dus nog over anderhalf, twee maanden. En dan, ja. Is het weer zover. Ja. Dan ga ik er weer voor. Nou, fantastisch toch? Het maakt mij nooit uit hoor. Nee, hè? Wat voor weer het is, of het weer of wind. Of, nee, ik heb je de stijl natuurlijk ook. Ik blijf doorgaan. Ik weet dat mensen me nodig hebben. Ja. Dat is ook de motivatie. Dat is ook de motivatie. Dat is voor jou de motivatie. Ja, de mensen die het boek gelezen hebben. Nee, ja. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Nee, zeg maar, dat hoeft ook niet. Nee. Maar ze zeggen, we begrijpen je wel. Ja. Waarom jij vecht. Ja. En maar altijd heeft moeten vechten. Nou, ik heb wel bij je geaccepteerd. Ik zeg maar, het boeit me ook niet meer. Nee. Het is klaar. Dus verleden tijd. Ik zeg, Jan, ben jij nou niet vreselijk boos om de boel in de fik te snijden? Waarom? Ze komen zichzelf al tegen. Ja. Karma is een beetje slecht. Want als je nou zegt van ja, de boodschap die wij was geven, ja, leef in vrede, help elkaar. Help elkaar, ja. Nou, dan gaat het om. Ja.